En is dit een goede draaihalsdag? Ja, dit is perfect. Het is bijna, ja, hier althans bijna geen wind. Ja. Het is heel zonnig. Het zijn niet per se hele vroege ontwakers, dus je kunt ze ook gewoon midden op de ochtend hebben. Het is de tijd dat ze terugkeren uit Afrika. Dus ja, en ik begreep, het is heel spannend. We krijgen 2 weken de kans en dan is het ook weer klaar. Ja, die zangperiode die is in april en hooguit begin, nou, begin mei ook wel. Maar, en waar moet ik op letten? Hoe zingt die? Ja, het is een beetje kie, 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 herhalend geluid. Ja, voor vogelaars lijkt het heel erg op de boomvalk. We weten dat hij hier zit, de minst bekende specht van Nederland, de draaihals. We kennen de grote bonte, de middelste bonte, de kleine bonte, de groene specht en de zwarte specht. En nummer 6 is dus de schuwe en zeldzame draaihals. Dus het is een vogel die op de grond fourageert, op liefst open zandige stukken. Ja. Dat is een miereneter en die zitten vooral op stukken waar de bodem kaal is. En eigenlijk moeten we vanaf nu een beetje gaan opletten of dat we berken zien, dus bomen waar oude spechtholen in zitten die niet meer gebruikt worden, waar die draaihals in kan gaan broeden. Oké. Okay. Och, wat openbaart het zich hier fantastisch, hè? Zo mooi dat je voortdurend die afwisseling hebt, hè? Dan ene moment loop je gewoon echt tussen de stammen in het dichte bos en dan heb je weer zo'n geweldig uitzicht. Precies. Ja, en ik denk nu ook voortdurend als ik op de Veluwe ben, wolf, het zou toch zomaar kunnen. Maar we zijn hier voor de draaihals. Ja, we hebben nu heel veel ogen en oren tegelijk in het veld, hè, want Roel daar die kijkt mee. Ik zie Jaap die kijkt en luistert. Als we hem nu niet vinden, als hij er is, dan is hij er niet. Nee. We zien een paapje. Dat is ook zo'n voorjaarstrek, hè? Je zit daar op die dode stobben daar aan de rechterkant. Dat is ook een beetje zo'n beest die in heel rap tempo vorige eeuw is verdwenen uit ons landschap. De open stukken in de hei zijn voor de kwetsbare soorten als paapje, als draaihals. Ja, die kunnen nu eigenlijk niet meer terecht op heel veel terreinen. We zien een paar witte kwikstaarten flirten. En vrouw Kneu is nog op zoek naar een partner. Een geelgors. Ja. Een geelgors. Oh ja, zie ik hem, zie hem. Ja, ja. En een boomleverik. Of is het een pieper die dan ook zo omlaag kan? Nee, deze heb je goed. Ja. Wat is het? Dit is een boompieper, ja. Ja. Hij zit nu op die takjes. Moet je die nog rollen? Ja. Ik zie een tapuit. Daar zijn we ook wel eens naar op zoek. Dan zoeken we ons ook een ongeluk. En dan zijn we ongelooflijk blij met een tapuit. En nu zien we er eentje zitten. En dan denk je, ja, oké, tapuit, goed. Waar zit die draaihals? Ja, raar is dat, hè? Het slaat eigenlijk nergens op.